Dit geluid ken je. Iedere eerste maandag van de maand klinkt het als test. Mocht er ooit een noodsituatie zijn, bijvoorbeeld bij een natuurramp of een enorme brand, dan gaat het af. Het geluid komt uit deze palen. De minister die over veiligheid gaat in Nederland zegt dat de palen oud zijn en dat niet iedereen ze kan horen. Daarom worden ze weggehaald. Voortaan wordt iedereen gewaarschuwd door het NL-alert, een melding op je smartphone. Ook dit systeem wordt getest, maar minder vaak. 2 keer per jaar, in juni en december. Het nieuws dat het luchtalarm wordt afgeschaft maakt veel los bij jullie. We kregen er honderden vragen over in de app. Zoals deze. Ik heb nog geen telefoon. Hoe kom ik het dan te weten als er iets aan de hand is? De minister die over veiligheid gaat zegt: als je niet zelf een telefoon hebt, dan word je geïnformeerd door je ouders of je buurvrouw, meester, juffrouw, voetbaltrainer, etc. Er zijn, zegt ze, dus altijd wel mensen met een telefoon in de buurt. We kregen ook deze vraag. Telefoons in de klas mag niet meer, dan kan dit toch niet? De minister zegt daarop: als er een NL-alert afgaat terwijl je in de klas zit, zonder telefoon, dan zal je daarover te horen krijgen van iemand van school. En dan vroegen kinderen zich af, bij een ramp ligt het telefoonnetwerk er misschien wel uit. Dan is het luchtalarm toch veel betrouwbaarder? Is de minister het niet mee eens? Via een NL-alert krijg je informatie over wat er aan de hand is en wat je moet doen. En dat kan een sirene niet. Die loeit alleen maar. En als het telefoonnetwerk eruit ligt, kan je nog steeds bereikt worden via internet. Tot slot vroegen jullie: is het niet makkelijker om het luchtalarm en het alarm op je telefoon te gebruiken? De minister denkt hier nog over na. Op de meeste plekken kunnen de palen volgens haar weg, maar op plekken waar het risico op een rampsituatie hoger is, wil ze het luchtalarm misschien toch houden. Bijvoorbeeld bij een chemische fabriek.